Ja, we zijn vertrokken voor twee toeren hier op asfalt van Plevenblik. Ja, dat wordt wel zin in hier. Kijk eens aan. Enorm tempo op dit moment is nog door Marianne weer aan de leiding. Daar alle zeilen bij zitten. Ja, we hebben weer een goede aanbij in de buurt te krijgen. We komen nog in het Marie-Adeline en Laura Vronik en Nero Albert. Ze doen trouwens aan om dichterbij te komen. Ook Corine Dijkstra probeert dichterbij te komen. Maar de dames zijn een beetje los hier ook. Een heel klein beetje voorsprong. Maar dat is niet al te veel hoor. Er is nog van alles mogelijk gedaan. Marie-Adeline en Laura Vronik streven af op de eerste twee plekken. Hier ook aangeschreven. Kunnen we het allemaal zien? Ze zijn met z'n tweeën door naar de halve finale. Even Holberg. Mario Lierbus en Lana Kroon. Ook gereid maken, Jonny Haring, Raymond Kroon, Rick Hitchard. En ze zijn vertrokken hier ook de dames. Ook voor twee plaatsen in de finale. Twee plaatsen in de finale hier te verkrijgen. Door. Als eerste twee over de streep heen te komen. Het is Boogwagenmaker. Boogwagenmaker die denkt van, hey, wacht even. Ik wil in die finale staan. Ik wil naast Sophie Pommers en Laura Pommers staan. Kom maar hier, kom! Bo en Marielle. Bo en Marielle die aan de leiding gaat. Het is Iris en Marieke die de kleine achterstand hebben. Maar alles ligt van over hier in Meulen. Ik dacht dat ze sterk aan de leiding al 4 zilveren medailles niet toernooi. Ik zeg dat ze sterk aan de leiding gaan. Dat is het mooi. Maar de leerde dat ze mooi mee gezet. Hij is een afgereden van Iris gesporten en Marie de Kruis. Want zij staan wel in de top 20 trek. En ze zijn al vertrokken. Bo aangemaakt door Dominique Lommers, Marielle de Wit en Laura Vronik. Dat zijn hier de dames voor de finale 500 meter. Kadette meisjes, hier gaat Dominique Lommers. Bo aangemaakt erachteraan, Marielle de Wit. De dames hebben al vaker met elkaar op het podium gestaan. Nu door op dit toernooi. De dames hebben het uit. We hebben nog een ronde te gaan. Dominique Lommers is een steeds leiding. En het is Bo aangemaakt en Marielle de Wit. Maar niet te vergeten. Outsider hero, Laura Vronik op de vierde positie, maar je ziet het, de snelheid gaat omhoog en het gaat alsmaar harder. Blijft de titel voor Dominique Lommers, zilver voor Bo Aanmaker, brons voor Marianne. Hier is Willy, hier zijn de kampioenen van de 500 meter. KPN en KNO aanspelen in 2010. Op de baan 500 meter kadetten meisjes. Het brons, Maria de Weert. Het zilver voor Bo Wagenmakers. En het goud, de vijfde nationale titel in dit toernooi, Dominique Lommers. Medailles verloren uitgereikt door Albert Boelen, jurylid in lijnskaten van de KNSB.
brons op de schouders van Mario de Weert. Heeft ook al medailles meegepakt hier in Medellin. Hetzelfde gaat voor Bo Wagenmaker. De vijfde zilveren medaille komt uit de buurt hier. Dat zullen we zo meteen merken bij het applaus dat we zullen horen. Als we zo meteen nog één keer dat laten horen voor het top 3 van deze dames. Eerst gaan we de roepen uitreiken namens de IJzerskievereniging Radboud. Kijk, ze die kleine kanjes. Onvermoeibaar hier de drempels op en af. En wij gaan het laten horen, dames en heren. Voor Mario de Weert, Bo Wagenmakers en Dominique Lommers. En natuurlijk zijn de kadetten jongens ook. Dames en heren, we gaan de boel klaarzetten voor de ultieme podiumfoto met alle kampioenen eronder. En dames en heren, daar gaan we samen met u van meegenieten. Kijk eens naar alle fotografen, naar de cameraploegen. Zondagmiddag Studio Sport Nederland 1 is er een reportage te zien van de 500 meter en de relay die we nog gaan rijden straks. Zondagmiddag half 1 bij Studio Sport. En dames en heren, als we er helemaal klaar voor zijn, gaan we nog één keer een heel groot applaus laten horen voor alle kampioenen van de 500 meter.